Een 17-jarig meisje staat nu eerste en nog vier vrouwen te gaan. Hallo Bishawa, toch weer terug van weg geweest. Een soort wederopstanding tegen Anschutz, die een grote kans heeft laten liggen. Eigenlijk al op de 500 meter, waar ze te veel inleverde. Zij is de kampioene van de vierde plaats. Vorig jaar overigens zilver. Maar Lubischeva is van oorsprong een 1500 meter schaatster. Goeder gisteren verrassend 10 kilometer. Nummers 3 en 4 in het klassement. Het verschil tussen nummers 3 en 4 is minimaal 500ste. Het voordeel nu nog van Lubischeva. En dat zal misschien ook wel zo blijven. Maar na de 5 kilometer zal het normaal gesproken anders zijn. En Anschutz heeft dus alle kans op brons bij dit toernooi. Lubischeva te langzaam in de opening. 26-5 om 26-6. Er liggen ze flink achter op Erbanova en ook op Shitskova. En Anschutz, ja, Muratov zegt nog dat het goed zit. Die heeft misschien toch gezegd, gezien de omstandigheden, niet te hard vertrekken. En dat is natuurlijk altijd het probleem geweest bij Lubischeva. Die ging ook altijd kapot in de laatste ronde. Maar van Anschutz win je niet in de laatste ronde. Daar ben ik met je eens. Anschutz moet je meteen van je afschudden. En dat lukt Lubischeva helemaal niet. Nee, dus als je je derde plek wil vasthouden. Oeh, 29-9 voor Lubischeva, maar 29-4 de tijd was van Shitskova. Kijken wat Muratov nu zegt. Die zegt, kom maar een beetje. Nu tempo maken. Dat zou kunnen, hoor. Dat ze met de handrem een beetje gestart is. En dat ze nu haar goede ronde gaat pakken. Het zou mij verbazen. Mij ook. Het is niet de Lubischeva die we kennen. Maar dat we... maar gisteren waren wel... we ook verrast. Gisteren waren we ook verrast met die 4-14. Dan kijk is eens. Ze met de handrem erop gestart en probeert ze... In een soort van verrassingsaanval. 30-5 en 31-1. Pak ze dat zomaar 16. 16 in verval. Dat heb ik bij Lubischeva nooit gezien. Dit is een beetje zoals Lalenkov die 1500 meter reed in zijn goede tijd. Daarmee zeg ik, dit is de opdracht geweest van Muratov en Kneupel. Ja, ook verrast. Ziet het met leden ogen aan. Want de voormalig Oost-Duitse coach is toch ook verrast door de tactische rit van Lubischeva. Dan komt Anschutz terug. 500ste moet ze pakken. En dat gaat dan lukken. Ja, Anschutz gaat Lubischeva voorbij in het klassement. 1.59.57. Ja, met een goede slotronde van Anschutz, maar 17e verval. En dan toch een moeilijke laatste ronde voor Lubischeva. Even was daar de verrassing.